En Anna van Terug naar Eden. Ik had al gezegd in vorige video's dat ik een video zou maken waarin ik weer aandacht zou vragen voor de problematiek rondom onder andere de boeren. Maar het gaat ook verder, gaat dit keer ook over mensen zoals jij en ik, die een moestuin hebben voor je eigen gezin. En je wil misschien ook kippen houden, of die heb je al voor je eigen gezin. Dus de zelfvoorzienende homesteader, daar gaat dit ook over. Nou, mijn outfit is weer aangepast. Dan zit ik weer in mijn overal en mijn boerinnen outfit. En degenen die mijn kanaal kennen, die weten dan dat er weer wat aan de hand is. Degenen die mijn kanaal langer volgen, die hebben een keer een video kunnen zien. Ook degenen die mijn cursus zuivel volgen of gevolgd hebben, die hebben een video kunnen zien dat ik op bezoek ben gegaan bij geitenhouderij Terveen. Dat is vanaf deze kant bekeken aan de andere kant van de stad Groningen. Daar zit Egbert Terveen. Die heeft een kleinschalige geitenboerderij. Hij is ook op het gebied van permacultuur bekend. Doet ook een hoop op dezelfde manier zoals Richard Perkins dat doet. Dat is een iemand die kleinschalig boeren rendabel maakt, die vanuit Zweden over de hele wereld onderwijs geeft. En dat is dus hartstikke positief. Ik ben daar geweest. Ik mocht ook in de tunnelkas, wat als stal fungeert, waar de geiten rondlopen. Hij doet heel veel dingen op de natuurlijke manier. De geiten houden de horens. De geiten mogen het hele jaar rond zelf kiezen of ze binnen buiten willen lopen. Hij heeft dus geen overdreven aantal op één gepakt. Altijd in stal zitten. Heeft ook een moestuin, wat hij ook op permacultuur manier doet. Hij heeft ook een kippentractor. Ook de kippen doet hij op de permacultuur manier. Dus eigenlijk een boer die gewoon hartstikke goed bezig is. Kleinschalig is, dus juist niet meegaat in het grote overdreven. Wat is daar nu aan de hand? Hij zit onder de rook van de stad Groningen. Aan de ene kant is dat heel mooi, maar ik zeg altijd als ik daar rijd, dan krijg ik altijd een heel opgedrongen gevoel. Want ik zeg de stad rukt op. En dat is voor de mensen op het platteland is nooit een goed teken. Ik heb dat in mijn eigen omgeving gezien waar ik vandaan kom. Daar is Utrecht zo ver uitgebreid dat alle losse dorpjes rondom eigenlijk allemaal aan stad Utrecht vastgegroeid zijn. En waar wij vroeger woonden op de landelijke weg, dat is zo druk geworden dat de ramen in de kozijnen stonden te trillen. Als het spitsuur is en het sluipverkeer wat met regio Utrecht te maken heeft, dan voor ons ouderlijk huis voorbij rijdt, daar word je dus niet vrolijk van. Zo heel erg qua drukte van verkeer is het bij Egbert Terveen nog niet. Wat daar aan de hand is, is dat er onderzoek is gedaan bij grote geitenhouderijen. Dan hebben we het echt over meer dan 1000 geiten, of rondom de 1000 geiten, die op een heel andere manier gehouden worden als wat Egbert doet. En uit dat onderzoek blijkt dat als je dan binnen een straal woont van, ik meen, een kilometer, dat de kans op longontsteking die je via de geiten overkrijgt, groter is als dat je niet op zo'n geitenhouderij woont. Daar heeft de gemeente heeft die regelgeving overgenomen dat dus die bedrijven niet meer in een straal mogen zitten van binnen een kilometer of 2 kilometer ten opzichte van de bebouwing. En diezelfde regelgeving willen ze nu ook toepassen op het bedrijf van Egbert. En ze zeggen nu van als jij korter op de bebouwing wil zitten, dan mag je niet meer als ik meen 20 of 25 geiten hebben. Nou, ik vind het weer een hele overdreven situatie wat er gebeurt. Egbert met zijn boerderij, zijn ouders die zitten er ook. Die boerderij staat al veel langer dan die hele nieuwbouw van stad Groningen. Dus de nieuwbouw van stad Groningen die kruipt steeds dichterbij naar de boerderijen toe en de mensen die landelijk wonen. En nu is dus daar Egbert de dupe van, want die moet dus nu de helft van zijn geiten opruimen. Nou ja, met geit kun je sowieso je geld al niet verdienen. Je kunt er geen loon voor rekenen. Je mag blij zijn als je kiet speelt. Dat je kosten die je hebt voor dierenarts, voer en trekkertje laten rijden of andere dingen die nodig zijn. Dat je dat door verkoop van je producten eruit krijgt. Maar loon, daar hoef je eigenlijk helemaal niet over te praten. Dan moet je er andere dingen bij gaan doen. En dat doet Egbert dus ook. Hij heeft dus kippen, verkoopt eieren. Hij heeft moestuin, dus hij verkoopt in het seizoen ook groenten. En zo heeft hij misschien nog wel meer activiteiten die hij doet om het toch tot een plaatje te maken. Dat hij dit kan blijven doen. Nou, hele oneerlijke situatie dus. Het gaat nergens over. Als het allemaal zo erg zou zijn dat we met vee werken, waarom vallen de boeren dan allemaal niet dood neer? Dus ik zeg niet dat er nooit een ziekte en zoonoze over kan gaan van het dier naar de mens. Dat kan wel. Er zijn risico's als je in ons vak werkt.
Maar dit is gewoon overdreven. En ja, dit komt als reactie op die overdreven grote veehouderij, waar ik het ook niet mee eens ben. En daar is nu Egbert de Veen de dupe van. Hij is een petitie gestart om ja, de overheid te laten zien wat hij voor de stad Groningen onder andere betekent met zijn eieren en zijn vlees. Bijvoorbeeld zijn bokjes en geiten die overtollig zijn. Er gaat niks op transport. De lokale slachterijen slachten de dieren en het vlees, dat biedt hij weer op zijn boerderij aan. Dus ook qua duurzaamheid en transport houdt hij allemaal rekening mee. En nu is hij dus een petitie gestart om te laten zien dat die mensen wel zijn producten af willen nemen. En dat kun je dus ondertekenen. Dus ik zal kijken of ik die petitie onder deze video kan linken. Het is dus in eerste instantie gericht op mensen rondom Groningen, op de omgeving, die ja, niet willen dat ze die producten niet meer af kunnen nemen. Maar ik denk van, ja, laat ik aandacht geven op mijn kanaal voor dit onderwerp. Het raakt mijzelf ook. Ik ben hier ook ja, stuk aan gegaan. Onze boerderij is hier aan kapot gegaan. En als ik dan een collega zie die dan door hetzelfde heen moet, dat is gewoon hartverscheurend om te zien. Dus ik wil ook mijn steentje bijdragen en ik roep iedereen op, ook al woon je in het buitenland, maakt niet uit. Laten we met z'n allen een vuist maken en nee zeggen tegen de overheid. Want als jij er dichtbij in de buurt zou wonen, zou je misschien ook blij zijn met een biologisch ei en gezond vlees en op een fijne manier gehouden dieren met rekening voor de natuur. Dus laten we allemaal die petitie lekker opblazen, dat het gewoon veel breder getrokken wordt als Groningen en omgeving. En iedereen die zegt van, ik ben het hier niet mee eens, zulke boeren moeten gewoon de mogelijkheid krijgen om door te gaan. Onderteken dan die petitie en laten we daarin ook een overweldigend antwoord geven naar de overheid toe, dat we hier met z'n allen gewoon niet mee eens zijn. Ga ik direct door naar het volgende, waardoor ik het ook breder trek, wat je ook aan deze petitie misschien ook kan linken voor jezelf. Ik volg ook homesteaders in Amerika. Er is op een universiteit, ik zal kijken of ik dat artikel terug kan vinden, in Michigan een onderzoek gedaan naar de CO2 footprint, voetafdruk, die je achterlaat op de planeet als je dus je eigen moestuin hebt in je achtertuin. Als ik het goed begrepen heb, zit er in dat onderzoek nog niet eens hele negatieve dingen. Uiteindelijk komt het volgens mij zelfs positief uit de bus. Maar wat er gebeurt, de krantenkoppen en de belangrijke mainstream media, ja, rand als het ware dat onderzoek aan, schrijft grote krantenkoppen dat moestuin, dus zoals jij en ik, 6 keer zoveel grotere stikstofuitstoot achterlaten op de planeet. En ja, dat is dus helemaal niet positief. Wat er nu gebeurt, is dat dit dus over social media verspreid wordt. De krantenkoppen staan er bol van. Dat ja, dus als moestuinier met je eigen moestuin in je achtertuin in een kwaad daglicht gezet wordt. Want jij veroorzaakt veel te veel stikstof, nog veel meer dan de grote boeren. Nou, als de grote boeren het leven al zuur gemaakt worden en wij nu aangewezen worden dat wij nog 6 keer zo erg zijn, wat denk je dan dat er met ons gaat gebeuren? Ik heb dit al eerder genoemd op mijn kanaal dat deze kant uit zou gaan. En het is maar de vraag van ja, hoe lang kan die elite allemaal doorgaan met deze plannen? En hoe lang duurt het voordat God zegt de maat is vol, ik grijp in. En dat we nog door kunnen gaan met ons zelfvoorzienende leven. Dus daarom is het ook belangrijk dat je in deze petities ook je stem laat horen en nee zegt tegen de duisternis die bezig is zich tegen de hele mensheid te keren. Dit is op het gebied van moestuinieren. Heel veel jaren geleden heb ik ooit eens een artikel gelezen over dat er binnen de Europese Unie al een groep mensen was die bezig was om biologisch verbouwde groenten te verbouwen. Toen was daar geen draagvlak genoeg voor en is het ook weer ja, gecanceld. Ze hebben dat er niet doorheen gekregen. Maar dingen ontwikkelen zo snel dat dit wel eens een volgende instap kan zijn om voor dat soort mensen die daarvoor gelobbyd hebben, ook de biologische groenten van de kaart af te vegen. Dus allemaal zo duister is wat er aan de hand is. Dus dat is ook niet goed. Een volgend iets, de kippen. Er is in het verleden een keer, ik weet niet de stof die erin zit, ik weet niet het fijne ervan, maar de grote lijnen begrijp ik wel. Er is in het verleden eens een keer een onderzoek geweest of een publicatie geweest dat er een stofje zou zitten in kippeneieren die jij gewoon in je achtertuin houdt. Dat stofje zou dus niet goed voor je zijn. Nu zijn ze daar weer over bezig, dus nu kwam ook het hobbymatig kippenhouden of in een zelfvoorzienend leven. Ik noem het niet graag een hobby, want voor mij is het geen hobby, voor mij is het een manier van
deze duistere tijd doorkomen met gezonde voeding. Dus ook het kleinschalig kippenhouden, dat bestaat het risico dat dat onder vuur komt te liggen. Degene die vee heeft, weet wel dat we onze koeien en schapen, geiten allemaal moeten voorzien van een oormerk. Dat is in het leven geroepen om te kunnen monitoren als er dierziekten zijn, om dan snel door de overheid in te kunnen grijpen. Maar ik heb al heel lang terug al gezien en ook gezegd tegen mensen omheen, joh, dat is gewoon een hele mooie manier om te controleren waar iedereen zit met zijn vee. Ook ik met maar een paar geitjes, al heb je er maar één of twee. Je wordt gedwongen om die dingen in de oren te doen, om je op te geven, om een UBN-nummer aan te vragen. En alles wordt gecontroleerd. In het verleden zijn er ook al geluiden over geweest dat ze dat ook willen doen. Met kippen, konijnen, eendjes, al dat kleine spul. Dat het ook allemaal geregistreerd gaat worden. Zodat ook alles te controleren is. En ja, als je dan de dierziekte zelf creëert. Waar ik ook een, ik zal kijken of je die ook nog terug kunt vinden. Een video over heb gezien van een arts die dat aan de hand van originele rapporten laat zien. Wat er zogenaamd per ongeluk ontsnapt is aan ziektes uit laboratoria. Dan zie je dat mondklauwzeer, de vogelgriep, er was er nog één, ik denk iets van varkenspest. Nou ja, een belangrijke waardoor er, ik weet niet hoeveel dieren geruimd zijn en bedrijven financiële schade hebben geleden. Die zijn dus opgesomd in dat lijstje, dat die dus uit laboratoria ontsnapt zijn. Nou, ik vertrouw het helemaal niet meer. Ook met blauwtong, de knuten die dat overbrengen. Wat doen ze in de lucht? Wat doen ze in de grond? Hoe ver hebben ze het chemisch allemaal al gemanipuleerd? Dat bijvoorbeeld die blauwtong zich beter kan verspreiden. Omdat dat op ons vee een impact heeft. Omdat dat op die knut misschien een impact heeft. Misschien denk je, joh, Anna, wat zoek je het allemaal ver? Maar ik denk eigenlijk al, misschien al 30 jaar denk ik zo. En dat heb ik ook in de vorige video uitgelegd met mijn verhaal van die twee lijnen. Hoe dat ontwikkelt. Ik pas dat toe en ik zie gewoon dat het uitkomt dat als je dat, ze zeggen wel, als je een detective bent, moet je de money volgen, moet je het geld volgen, dan kom je bij de bron van de criminaliteit. Nou, dat is met dit ook zo. Als je goed je nuchtere verstand gebruikt, dan zie je gewoon dat er niks van klopt. Brengt mij nog weer op een ander onderwerp, als je het hebt over klopt niks van. Ik heb in een vorige video ook wel eens uitleg gegeven over het voeren van de dieren. En voornamelijk ben ik toen ingegaan op het voeren van melkgeiten en ook melkvee in het algemeen, herkauwers met name. Dat ik uitgelegd heb, een herkauwer heeft 4 magen en dan komen zijn darmen en alles erachteraan. En de eerste maag is de pens. En ik heb toen uitgelegd, de pens kun je zien als je composthoop of je compostvat. En dan kun je de darmen kun je zien als de moestuin waar jij de compost op wil hebben. Nou, de herkauwer zit zo in elkaar dat de pens dus eigenlijk de compostering moet doen. En daar vandaan gaat het door de rest van het lichaam. En in de darmen wordt dan ook wordt een deel opgenomen, zeg maar. Als ik het vergelijk met moestuinieren. Wat er gebeurd is, ik weet even niet meer, het jaartal kan de jaren 80 geweest zijn of 70 of nog 90. Maar er is dan onderzoek gedaan, onder andere door Universiteit Wageningen, waar de veehouderij ook zit. Dat wordt gesubsidieerd door de overheid. Daar zitten grote voerleveranciers aan vast die de brokken maken voor de veehouderij. Die verdienen daar fijn aan. Daar is toen onderzoek geweest en aan de hand van het onderzoek is dan bedacht hoe de boeren, met name melkkoeien ging dit over, gevoed moesten worden. En dat is helemaal afgeweken van hoe een herkauwer eigenlijk geschapen is en in de natuur functioneert. Dus kwam erop neer dat je eigenlijk varkens aan het voeren was. Je was eigenlijk een dier aan het voeren die geen herkauwer was. En wat er dan gebeurd is, zeg maar, je slaat dan je compostvat over, dus de pen sla je over. En dan ga je je materiaal wat compost gaat worden, ga je zo op je moestuin gooien. En daar moet het dan compost gaan worden. Nou, je snapt dat dat in een herkauwer zo niet werkt. Dus wat is daar onder andere het gevolg van? Nou, degene die erin thuis is, die raadt het misschien al. Het dier zet niet alles om op de manier zoals hij dat in een natuurlijke omgeving zou doen. Met onder andere als gevolg dat er stikstof in de mest blijft zitten. En dat komt dan op de mesthoop en uiteindelijk op het land. En zo creëer je dus een stikstofoverschot op je land. Nou, als je dan ook het onderwijs zo aanpast dat boeren niet anders leren dan dit.
En je houdt de belangenbestrengeling in stand van de universiteit, de overheid en de voerleveranciers. Dan heb je een mooi plaatje. Als je dat dan al een jaar of 20 of zo volhoudt, ja, dan heb je op een gegeven moment de stokken mee te slaan aan de boeren, want jij veroorzaakt stikstofoverschot. Nou, het hele smerige waar je van kotsen kan, aan de ene kant, aan de andere kant is het heel mooi, maar nu heeft dus iemand onderzoek gedaan, die komt er nu mee naar buiten. Dat sluit aan bij wat ik ook heb doorgegeven op mijn kanaal, wat ik ook weer leer van ervaren geitenboer, dat je moet gewoon terug naar de omstandigheden zoals die geit en die koe in de natuur hun ding doen. En als je dat doet, dan gaat vanzelf alles beter. Daarom heet mijn kanaal ook Terug naar Eden, omdat ik steeds verder terug wil naar hoe alles is bedoeld. Dus je ziet hier ook in Nederland bewuste dingen uitgedacht, dat is allemaal geen toeval. En corruptie en belangenverstrengeling, en daar word je gewoon allemaal niet vrolijk van. Als je al die dingen bij elkaar optelt die ik nu in deze video genoemd heb, is het helemaal niet leuk. En ik kreeg een spontaan idee, dat heb ik met de vorige video ook gedaan. Toen heb ik de banjo gepakt en toen heb ik een mooi en swingend lied achteraan gedaan. En ik dacht, laten we met een vrolijke noot eindigen. Ik ga met je gitaar erbij pakken en dan ga ik een lied doen van John Denver. Nou, spontaan idee. Ik heb de mondharmonica erbij een tijd niet gedaan, dus ik weet niet hoe het gaat. En anders maak ik gewoon mijn eigen deuntje tussendoor. Country roads take me home to the place where I belong. Dat vind ik altijd een mooi stukje in dit lied van John Denver. De landelijke wegen die je terug meenemen naar de plaats waar je thuis hoort. In je moestuin met je kippen aan huis en je geitjes. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. I was older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, loving mama, take me home. Oh, country roads, all my memories get around her. Miner's lady, strangers to water, dark and dusty. Rain on the sky, misty days of moonshine, tears in my eyes. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, oh country roads. Te ondertekenen en tot de volgende keer op mijn kanaal. Doei!